misschien iets van een zegeltje of zo. Zo ziet het er wel uit. Een zegeltje van een verpakking van het gewas wat ze hier normaal verbouwen. Als dit in de grond blijft zitten, dan zouden de boeren hier zijn messen wel op stuk kunnen maken. En zo ruimen wij de boelen op en zo hebben wij een leuke hobby. Dus we nemen alles mee wat we vinden. Kijk, als ik bij mijn loge kom, dan gaat hij trillen. Bij mijn schep gaat hij trillen. Dus als hij in de buurt van metaal komt, dan voel ik dat ding trillen. Als het hoefijzertje naar links uitslaat, dan is het ijzer. En als het niet naar links, als het naar rechts uitslaat, dan is het geen ijzer. Dan kan het iets anders zijn. Dan kan het bijvoorbeeld tin zijn of zink of misschien zelfs zilver of goud. En hoe hoger het getal wat hier in het midden komt zometeen, maakt uit hoe waardevoller het kan zijn, zeg maar. Dus ik zoek vooral naar de... Als hij naar rechts uitslaat, dan ga ik vaak wel graven. Dan gaat uw hart sneller kloppen ook. Nou, ik ben niet zo heel snel van de leg, maar het is wel heel erg leuk. Het is wel spannend. Schep gaat erin. En dat is een heel mooi schepje met tandjes eraan. Zo kan je ook door wortels heen gaan. Maar de boel is hier mooi omgeploegd, dus een schep met tandjes heb je niet nodig. Maar... Zo vind ik wat en zo ben ik het weer kwijt. Wat ik van de landeigenaar begrepen heb en van zoekers die in deze streek al 15 jaar zoeken. Kan je hier vanaf de 7e eeuw tot aan de 20e eeuw kan je vinden. Dus dan heb je het echt over Friese skeatta's die je kan vinden. Zilveren kopjes van Jan. Dat zijn gewoon kleine muntjes van een bepaalde heer die ooit geslagen zijn. Die liggen er. Toevallig heb ik net een zilver gespje voorbij zien komen, wat uit de 17e eeuw komt. Dus het is heel gevarieerd. Nog één en nog één. Ik heb er aardig wat. Ik zit wel een oorlogsmuntje bij. Kijk, die is vrij duidelijk. Van 1940-45. Wat hebt u gevonden? Ja, een zilveren lepeltje. Hij is een beetje vervormd, maar hij is nog wel heel. Niks afgebroken. Ja, het is een mannenwereld, maar... Hoe komt dat? Ik heb geen flauw idee. Het begint wel steeds meer te komen, hoor, dat ik meer dames tegenkom. Ik zelf zoek al 8 jaar. Ik kan hem weer helemaal glimmend maken, maar dat doen we thuis.